Ja, ik heb weer een mooie auto binnengekregen. Een Audi 80, een 2. Ze hebben het eraf gehad, maar volgens mij is het een 2.3. Of een Audi 80, een Audi 100. Wat zei ik nou, 80 of 100? Een Audi 80. Het is een Audi 100 en het is nog vroeg vandaag. Maar deze auto die gaan we fabrieksnieuw maken. Ik moet wel zeggen, ik had nooit echt aandacht voor deze types. Maar nou dat hij hier zo staat en ik de deur open heb gemaakt, dat heb ik stiekem net al 3 keer gedaan, dan hoor je daar wel warm van. Ik denk dat het een beetje de A8 is, maar dan van 25 jaar geleden. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Hele luxe auto. En als die helemaal klaar is, dan kom ik uiteraard bij jullie terug. Dat geldt ook voor deze GTR. Was in de laatste video ook wel een hit. Van ja, daar zou ik wel meer van willen zien. Maar zo'n renovatie bij Stipt kan een paar maanden duren. Dus ook deze auto moet nog even op zich laten wachten. Deze auto gaat niet op zich laten wachten. Want je gaat dan natuurlijk nooit meer meemaken dat je een M5 kunt winnen door ergens klant te zijn. En in dit geval dan bij een autopoetsbedrijf. Wel kan ik je zeggen ook dat iedereen van mij dat mystery pakket krijgt. En dat is natuurlijk gaaf, want je bestelt boven 100 euro en je bent natuurlijk geabonneerd. En je krijgt van mij gewoon voor 100 euro gratis spullen thuis waar ik van overtuigd ben dat je ze nog niet hebt. Dus nogmaals, 31 augustus aanstaande zou ik het leuk vinden dat je kijkt. En nog beter, als ik je bel, dat je ook opneemt. Hij gaat vandaag in de 2K. Vorige week was hij nog, nou ja, verroest. Was hij nog een beetje gecorrodeerd. En dat hebben we inmiddels allemaal aangepakt. Ik heb nog een auto binnengekregen. Ja, het is eventjes veel door elkaar. En dat is een Corvette C6. Dat is eigenlijk een Amerikaanse auto wat we bij Stipt niet zo heel vaak zien. Maar deze auto gaan we fabrieksnieuw maken en aan de Heartbeat presenteren. Gaat 1 oktober plaatsvinden, is de grootste Corvette Club van Nederland. Hoogstwaarschijnlijk komen ze met een mannetje of 100 of 150. En dit moet de trofee zijn van die dag. Dus daar gaan we ook mee beginnen. Hele dikke auto overigens. En dan heb ik nog iets, ja, want we lopen nog lekker even door. Weet je nog, mijn dagelijkse auto? Jawel. Goh, rijdt dit goed zeg. Die hele dure. Het is geen sportwagen, maar daar is je ook niet voor bedoeld. Ik dacht van, laat ik eens even de grote broek aantrekken. Laat ik eens een G-klasse kopen. Dan zit die auto aangekocht, helemaal super. Maar ja, dan rij je 130 met zo'n ding en dan kun je elkaar niet eens verstaan. Dus ik heb die auto opgeruimd en ik dacht van laat ik hier een zuinig autootje kopen, maar wel zo goed als nieuw. Dus ik ging naar een, een mini-specialist, hartstikke aardige mensen. Maar ja, toen ging ik die auto, toen ik tijd over had, eens even heel goed bekijken. Ja, toen was ik toch wel weer een beetje teleurgesteld. Dus dan is ook de vraag van joh, dan koop je een zo goed als nieuwe auto en hoeveel dat daar dan al wel niet aan mankeert. Ben ik dan zo'n zeikert? Of is een ander gewoon niet zo perfectionistisch? Dus we hebben heel dat proces ook gefilmd. En nu is hij dus klaar en ik wil je graag even laten zien nogmaals hoe dat een fabrieksnieuwe auto eruit hoort te zien. En voordat we de rest van de auto laten zien, gaan we naar een markant persoon. Joël Beukers, die jullie hoogstwaarschijnlijk kennen van het fitnessen. Maar ik ken hem vooral als autoliefhebber. Dus we gaan er naartoe met de M5. Hoogstwaarschijnlijk het laatste ritje wat ik ermee ga rijden. Kijken wat hij van die auto vindt. Nou, inmiddels aangekomen op een lege parkeerplaats. Och, even genieten van het zonnetje. In alle rust, want ik denk dat de rust elk ogenblik verstoord zal gaan worden. Wat een idioot, hè? Goedemiddag heren. Zo. Ja, Erik.
Even de toeristische route. Ja, nee, 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 zeker niet. Ja, nee, 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 nee. Dik apparaat, joh. Die is voor jou, hè? Ja, deze gaat het overal mee. Ja, mooi hoor. Maar waar gaan we naartoe? Ja, ik weet van niks, dus eerst even een scoopie. Het scoopmomentje is altijd op de parkeerplaats in de auto. Oké. Okay. Maar dit is het apparaat. Ja, dit is hem, Joël. Ja. Zelf heb ik ook wel eens naar zo'n ding gekeken. Hij is wel mooi hoor. VT. Of althans, inmiddels wel. Dus mensen kunnen deze gewoon winnen, joh. Ja, bij een bestelling van boven de 100 euro. Ongelooflijk, hè? That's it. Hij is wel heel mooi, moet ik zeggen. Ja, toch? Zelfs met zonlicht, hè? Heel netjes, ja. Kijk. Ja. Weet je. Ja, dit is natuurlijk wel een apparaat, gewoon. Ja. Net eventjes een heel klein tunneltje en het leek even alsof ik met een Lambo reed. V10. Ja, ja, dat is niet normaal. Wat een herrie. Ja, of die R8. Ja, dat ook. Ja. Is dat zo'n geluid, joh? Zo'n geluid is het. Originele pk's gewoon? Ja. 500? 7. 7. Wel een ziek apparaat hoor. Ja toch? Wil je even een klein stukje rijden? Of, Ik heb eigenlijk nog nooit in deze gereden. Nee? Nee. Zal ik even doen? Ja. Wat is het ook weer? 5 liter. 5 liter V. Die gaat Rick gewoon weggeven. Wij gaan hem even scoopen. Oh, ja, maar ik doe hem heel rustig. Oké. Okay. Komt hij helemaal naar achter, anders komt hij op de bekleding. Kijk eens even, wat netjes. Top. Kan dus wel. Ook niet hoesten, anders kan je weer eens poetsen. Oh mijn god. Hè. Oh, ik zit alsnog helemaal onder, joh. Weet je toch? Nou, ja, maakt niet uit. Valt mee. Hier. Proost. Cheers. We gaan even een stukje rijden. Ja. Kaas op die lolly. Hij is heel goed, ja. Hè? Jezus. Hij is goed, dat zei ik toch? Oh. Ik had niet verwacht dat hij zo smooth zou rijden. Gewoon net. Voor het eerst dat ik in zo eentje rijd. En geen trillend stuur, niks, geen afwijking. En dan, even kijken. Ja, en dan weer door inderdaad. Ja. Nee, echt smooth, ja. En kom, kijk, nou komt hij pas op gang, snap je? Je moet het... Ja, het is net... Ja. Moet je eigenlijk terug naar zijn 1. Net zoals een Testarossa. Ja. Je moet gewoon... Ja. Hij doet natuurlijk tot en met 5000 toeren, doet hij dus bijna niks. Ja. Maar daarna... Oh, ja. Even wachten. Ja, mooi. Ja, dit is natuurlijk kloten met die drempeltjes. Ja. Valt het je tegen? Nee, toch? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet met het wegrijden net. Nee. Nou, is gelijk top. Ja. Maar je voelt het echt geen trilling, niks, hè? Nee. Echt niks? Nee. We hebben het overleefd, hoor. Ging hartstikke goed, toch? Hij is nog heel. Dus dat ging zeker goed. Nou, dan gaan we wel eventjes hier naar binnen toe. Ja, want nou, staan we natuurlijk wat te wachten, Joël. Train jij wel eigenlijk? Ja, toch? Meestal 1 keer per week. Ja, ik had toch gezien dat jij hebt je eigen gym. Ja, gymmetje, zeg maar. Een kleintje. Ja, wel apparatuur gewoon. Ja, ja, zeker. Ja, dat is top, toch? 1 keer per week. Maar wij gaan eerst even naar de Mini toe, voordat we dat vergeten. En dan ga ik met jou mee. Gaan jullie mij naar de Mini toe? Zo is het. We gaan de bodem van de Mini gaan we in de 2K zetten. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst demonteren en reinigen. We'll be right back.
Lekker. Zo, het demontageproces is achter de rug. Er is een hoop vuiligheid naar voren gekomen. En dan gaan we nu met het reinigingsproces beginnen. Kijk, je ziet dat de auto nu de bodem nu volledig in de dirtvorm staat. Het is een keuze. Die auto die heeft 30.000 kilometer gelopen. Normaal gesproken zetten wij een bodem volledig in de real effective. Maar dat is ook afhankelijk van de staat van de bodem. En zoals je hier ziet aan de remklauw, die helemaal vuil is aan de achterzijde. Ik veeg het zo weg. Vandaar de keuze voor de dirtvorm. En wellicht, als de eerste reiniging voltooid is, misschien plaatselijk toch wat real effective voor wat hardnekkige vuil. Maar we beginnen eerst met de dirtvorm. De reiniging van de bodem is ondertussen voltooid. Kuipen goed met de tuinslag nagegaan in alle randjes. En nu gaan we de buitenkant oppakken. Dieselbrush, wat hardnekkigere vel op de hoekjes en de randjes, ook voor je kentekenplaat. En als we hem helemaal gehad hebben, kunnen we hem gaan afspuiten. Zo, de auto is volledig klaar. Losse onderdelen zijn we ondertussen mee bezig. Maar dan de uitlaat. De real effective. In principe zal de exterior detail brush volstaan. Mocht het nou toch plaatselijk wat hardnekkig vel zijn, dan pak je gewoon een licht stukje scotch. En dan is in ieder geval de eerste reiniging daarmee voltooid dadelijk. En op het moment dat die klaar is, dan pakken we daar nog de Mini Dual Action en dan gaan we de einddemper nog napolijden. De aluminium bodemplaat. In eerste instantie helemaal gereinigd.
Maar dan zien we toch op een her en der een aantal plekken behoorlijk wat corrosie zitten. Daar gaan we niet wegkrijgen met de Real Effective. Pakken we het Mini Dual Action. Ik heb in dit geval Mini Hardpad. Begin met medium. Kijk eventjes hoe dat die komt. Op het moment dat nou niet komt, gaan we een stapje verder. Gaan we naar de harde pasta. En wat we in eerste instantie gaan doen is een klein stukje van de plaat. Je kan natuurlijk wel eerst de hele plaat in totaliteit aanpakken. Maar op het moment dat niet werkt, heb ik eigenlijk tijd weggegooid. Dus we pakken een klein stukje. Kijk hoe dat er komt. En vanuit daaruit beslissen we verder. Poets hem uit een klein beetje kleerglas. Ik hoef het denk ik niet aan te wijzen. Wel gepolijst, niet gepolijst. Medium volstaat. Dan gaan we de rest van de plaat doen. De auto is compleet ingepakt. We hebben alles gedetailleerd. Blokjes lichtig opgeruwd. En eigenlijk komt nu pas de ware schoonheid van de auto naar boven. 30.000 kilometer is niet veel, maar hij had wel een paar lichte plekjes. Schijven hadden wat oxidatie, ankerplaatjes, het subframe. En nu gaan we er eigenlijk voor zorgen dat hij ook niet meer kan roesten en oxideren. We gaan er 2K aanbrengen. De hele nacht in de 2K staan drogen. Hij is er super onder vandaan gekomen. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. We gaan alles terugmonteren. De bodem is helemaal gereed. Alle losse delen zijn teruggeplaatst. Als laatste de velgen en dan kunnen we het interieur en het exterieur. Auto met 30.000 kilometer was het interieur niet echt heel spectaculair om aan te pakken. Het was enkel direct nalopen, dat hebben we dan gedaan met de wandcleaner. En voor het lakwerk is die eigenlijk ook nog goed genoeg om hem niet roterend te polijsten. Dus we gaan hem alleen excentrisch oppakken. Voor de grotere vlakken hebben we dan de Dual Action. En voor de wat kleiner gelegen hoekjes en kantjes hebben we de Mini Dual Action.
Nou, inmiddels weer gearriveerd in het mooie Best. Leuke video opgenomen met Joël voor het Clean Nutrition kanaal. Had ik zelf even geen invloed op, dus als je dat wil zien zou ik zeggen, kijk even zijn YouTube kanaal. Voor wat betreft Stipt, ja, ik denk dat we alles wel zo'n beetje gehad hebben. Hè. We hebben de auto nou 100 keer gezien en het wordt ook de laatste keer dat je zo'n auto zo kunt winnen. Het is uniek, hè? Dus laten we even eerlijk wezen. Kijk wel, als je een bestelling hebt gedaan en natuurlijk geabonneerd bent. Je krijgt sowieso het mystery pakket, heb ik ook Joël laten zien. Jouw bon gaat in deze ton. En uiteindelijk gaan we alle bonnen door elkaar husselen. En degene die ik eruit pik, ja, die krijgt die auto. Die krijgt sowieso voor 100 euro gratis spullen thuis gestuurd. Mits je natuurlijk meedoet en ook voor 100 euro bestelt. Dankjewel en tot aanstaande donderdag 7:30.